Hi, hi. Is een verrassing voor jullie. Ik heb mijn dreadlocks gewoon weer terug. Dit is mijn eigen haar. Het rode, dat was natuurlijk niet echt. Het waren allemaal extensions. Dit is mijn haar. Ik heb gewoon dreadlocks. Hele lange. Tot over mijn rug. Ik heb ze nou in de staat, zodat ik jullie goed kan laten zien wat ik vandaag van plan ben om te maken. En wat ik jullie kan bijbrengen. Ik ga doen. Een beetje contouren, een beetje shapen. Mijn gezicht is niet, ja, het is niet heel bol of zo. Maar het is ook lang. Maar niet heel lang. Alleen, ik wil toch dat het er iets smaller uitziet. Dus ik ga hier een beetje shapen. En ik ga highlighten met Shine. Okay. En ik denk dat ik op de cheek Blush Pink Lady ga doen. Denk ik. En wat ga ik op mijn lippen doen? Ik zag iets leuks. Jasmine Ivy. Is deze kleur? Jasmine Ivy. Misschien dat ik ook nog een wat lichtere kleur nodig heb. Dat is gewoon een foundation Lima. Is helemaal niet mijn kleur, maar daarmee kan ik wel mooi shapen. Kan ik wel het idee creëren dat mijn gezicht er iets smaller uitziet. Oké? Okay? Contouren. Shape. Iets smaller. Oké. Okay. Ik ga beginnen. Wat ik ga doen, ik begin gewoon met de donkerste kleur. En dat is gewoon met die koffie. Dat is nog niet eens open, even serieus. Je kan hem voor je wenkbrauwen gebruiken. Je kan hem, je kan er ook mee shapen. En ik ga die aanbrengen. Ik doe gewoon met een, ja, een beetje dikke kwast is het trouwens. Waar breng ik hem aan? Ik zie bij mezelf al sowieso dat ik hier, kijk, hier, zie ik dat het donkerder is. Dat zie je. En daar moet ook het donkere aangebracht worden. De schaduw moet hier gemaakt worden. Hier ook. Want als ik dat doe, hè, dus onder mijn jukbeen, als ik dat doe, dan lijkt mijn gezicht gewoon wat smaller. Dus wat ik doe, is hier. Beetje van die koffie. Donkerder, hè? Dus een donkerdere kleur. Nog iets? Ik moet even in mijn spiegel kijken hoor, anders gaat het niet helemaal goed. Dus ik doe vanaf hierboven richting de hoek van mijn lippen. En een beetje vervagen. Dat je dat niet doet, dan zie je gewoon de overgang. Dat is echt niet de bedoeling. Nou, kijk, dan ga ik aan deze kant hetzelfde doen. Zien jullie dat? Mijn dreads heb ik tevoorschijn getoverd omdat het veel te zwaar was, het haar. Midden in de nacht was het gewoon kokend heet op mijn hoofd. Ik dacht, nou moet het ook weg ook. Ik ga ook allemaal looks maken voor de dreadlocks. Dus het wordt nog spannend rondom mijn persoon. Nog iets meer. Dit is gewoon wat je doet. Het moet gewoon ietsje donkerder hier. Kijk. Lijkt het al wat smaller? Ja. Nog iets meer. Dus dit is gewoon een oogschaduw, hè? Dan kan je iets meer mee dan alleen maar je ogen. Dus de schaduw op je ogen maken of je wenkbrauwen mee modelleren. Natuurlijk te donker, maar dat gaan we afzwakken ook met de foundation gewoon. Oké, wat ik nu ga doen is, ik ben een beetje verkouden, het afzwakken met foundation. Oh ja, trouwens, ik kan het ook afzwakken met een beetje een wat lichtere foundation. Even kijken of dat echt wel gaat lukken zo op die manier. Deze. Wat een garnis. Ik pak die hele lichte foundation. En dan wordt die natuurlijk wat lichter. Hier ook.
Dus dit is gewoon om hem iets af te zwakken. Iets op te lichten hier. Ja. Kijk, wat zit er nou in mijn oog? Mascara. Oké. Hier zit dus iets lichter. Dan wordt hij iets... iets meer geshaped. Alleen is hij nog steeds te donker. Dus wat ik gewoon ga doen, is gewoon mijn foundation erbij pakken. En hem op de plek waar ik de koffie heb aangebracht, doe ik een beetje foundation overheen, zodat het ietsje zwakker is. De kleur. En nu, wat ik nu ga doen, is met de Shine, dat is een highlighter, ga ik het een beetje lichter maken onder, dus op mijn jukbeen. Heel licht. Kijk. Je kan het met verschillende kwasten kan je het doen. Een beetje te licht. Maar dat ga ik een beetje blenden. Ja. Nog iets meer. Ik zie hem niet echt, hè? Nog iets meer. Een beetje omhoog. Ja, dus hier is het donkere stuk. Hier is de shine. Ja, dat het een beetje opgelicht wordt. Kijk, als je uitgaat mag het veel zwaarder, hoor. Nou, dit is voor mijn dag make-up. Even kijken of het ook echt is geworden zoals ik dat had gedacht. Nog iets meer. Ja. Yes. Kijk, hij is ietsje frisser. Hij mag nog ietsje meer onder het oog. Ja. En nu doe ik de blush. En de blush, dat is dus die Pink Lady. Ga kijken of het er wel mooi bij staat, hoor. Want dat kan ik zo natuurlijk niet inschatten. Plastic. Ik heb hem namelijk nooit gebruikt. Oké. Even kijken. Als het te veel op de kwast zit, gewoon even een beetje... kan ook gewoon zo op het potje slaan, hè. Kijk, dan gaat hij weer gewoon in het potje. Oké. De blush... die breng je gewoon hier aan. Dus dat doe ik zo. Dan gaat die omhoog. Gewoon op de wangen. Kijk, als mijn haar zo naar achter zit, dan kan ik goed laten zien wat ik doe, hè? Daar hebben jullie behoefte aan. Zo. Oh. Dat heb ik een beetje te veel gedaan. Ik ben te ver boven. Nou, naar onder het oog gegaan. Kijk hier. Maar ja. Oké. Die Pink Lady. Die is voor mij, denk ik, voor deze look is een beetje te licht. Je ziet hem bijna niet. Nee.
Ik pak even een andere blush. Oké, de blush die ik gepakt heb, dat is Peaches. Dat is echt mijn favorite trouwens. Peaches. Oké, even kijken of die iets meer doet voor mijn huid. Kijk, als je de kleur helemaal niet ziet, dan doet het dus echt gewoon niks voor jouw kleur. Dan heeft het dus echt geen zin. Dus dan moet je iets anders uitproberen. Je weet het als je donker bent, dat je gewoon iets meer kleur aan moet brengen. Anders zie je gewoon niks. Je ziet het effect niet. Dus je moet en met de kleuren werken die gewoon iets voor je huid doen. Hè? Dus ietsje donkerder roze of iets heftigere roze. Dan dat een blank iemand zou doen. En niet bang zijn. Kijk, je moet niet, natuurlijk niet het zo maken dat je de overgangen helemaal ziet. Je moet wel echt vervagen. Ik ben bijna happy met hiermee. Kijk, nu vind ik dat je de contour niet ziet. Je ziet niet dat ik hier iets donkerder gemaakt heb. Je moet het niet helemaal zien, maar een beetje wel natuurlijk. Want anders heb je het allemaal voor niks gedaan. Dus wat ik ga doen, is toch nog weer die koffie hier aanbrengen. Ja, kijk, die koffie. Die moet. Hier toch iets donkerder. Kijk, en dan ga ik hem met draaiende bewegingen. Zo, iets afzwakken. Yes. Hier ook. Iets afzwakken. Zo. Kijk, mijn gezicht lijkt gewoon smaller. Optisch bedrog is dat. Yes. Zo wil ik het zien. Oké. Klein beetje foundation. Hier. Op de neus. Oké. Dan nog even dit. Mijn wenkbrauwen. Er zit niks op. Dus dan pak ik ook gewoon weer de koffie. Zodat ik niet. Ja, je hoeft daar niet te veel aan te schaffen. Hè? Je kan gewoon een donkere kleur, een lichte kleur. En daar kan je alles mee maken. Dus ik ga even met de koffie mijn wenkbrauwen ietsje inkleuren. Gewoon om de look af te maken. Zo. En om het helemaal af te maken, doe ik. Oh ja. Doe oorbellen in. Als ik mijn oorbellen in doe, dan weet ik ook precies of ik. Kleur lippenstift het mooiste bij staan. Kijk. Ja. En dan de kleur lippenstift. Jasmine Ivy. Er zit zo'n mooie glans zit er in die lippenstiften. Van Creative. Oké. Dit is het wat ik jullie wou laten zien. Mijn gezicht is optisch smaller, kijk.
komt hierdoor. En dit weer opgelicht hier. En hier de cheek. Blush. Mooi. Ik ben tevreden. Ik heb een beetje gecontourd. Niet te heftig. Mijn gezicht is iets smaller. Dit is wat ik wou laten zien. Wil je hier meer van weten? Of hoe jij je gezicht het beste kan contouren? Laat even je berichten achter. Oké? Okay? Liken. Abonneren. Same story as always. YouTube, Facebook. I'm Rosie. Of course. Kan je gewoon ook. Je kan trouwens Instagram heb ik trouwens ook hoor. En Twitter heb ik ook. Twitter doe ik niet zoveel mee hoor. Maar afijn. Instagram ook. Creative Cosmetics. Dat is het allerbelangrijkste. Abonneer je gewoon op het kanaal. Dan kan je alles van mij volgen. Tot de volgende keer. Bye bye. Swai swai. I'm Rosie.